Ja. Naast het feit dat je nu bezig bent met het vertalen van Talking, ben je ook medeoprichter of zoals dat in het Engels zo mooi heet, founding member of the Dutch Talking Society, oftewel het Nederlands Talking Genootschap. Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met Talking, dat het je zo gefascineerd heeft? Ik had een vriendin op de middelbare school en die had die boeken voor de verjaardag cadeau gekregen. En die begon mij dus dat verhaal te vertellen. En ik dacht, hé, dat is leuk. En toen heb ik als de sodemieter gezorgd dat ik ze ook in huis had. Want ik wilde niet dat ze het hele verhaal zou vertellen voordat ik het gelezen had. Dus ben ik toen als een sneltrein gaan lezen. En ik vond het prachtig. Ik heb het ook diverse keren herlezen. En later ook alle andere dingen die Tolkien publiceerde. Of die dus na zijn dood door zijn zoon werden gepubliceerd. En hoe ben je gekomen om samen met anderen om het Tolkiengenootschap op te richten? Nou, omdat ik via mijn vader in aanraking kwam met iemand die ook helemaal wegliep met Tolkien. En zijn idee was het, dat was Theo de Veper, zijn idee was het om dat niet privé te houden, maar om een genootschap op te richten en te kijken of we nog meer mensen konden vinden om ermee over te praten en zo. En dat is toen gelukt. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Net als andere schrijvers. Hè? Dickens heeft ook zo'n genootschap. Tolkien, het werk van Tolkien is ook uitermate geschikt om van verschillende gezichtspunten te benaderen. Hè? Zeker, ja. Is dat in dit nieuwe werk ook zo? Nou ja, dit is natuurlijk toch van een andere orde, dit nieuwe werk. Tolkien is natuurlijk bekend om zijn je fantasy-achtige verhalen die zich afspelen in een wereld die hij heeft geschapen. En dit gaat terug op bronnen uit onze eigen wereld. En het heeft in zoverre alleen maar zijdelings met zijn hoofdwerk te maken, dat je kunt zien waar hij zijn inspiratie vandaan haalde in sommige gevallen. Maar de kracht van Tolkien is die verhalende vorm van bijvoorbeeld The Lord of the Rings, The Hobbit, wat bij de meeste mensen de bekendste werken zijn. Vind je dat hier ook in terug? Nou, het verhaal is natuurlijk niet van hemzelf. Dat is het grote verschil. Het verhaal was er al. Hij heeft geprobeerd orde te scheppen in een chaos aan overleveringen en bronnen die elkaar zo nu en dan ook tegenspraken. Hij heeft geprobeerd er een lopend geheel van te maken. Maar het was niet een verhaal dat hij zelf bedacht heeft. Nee, maar is dat, want hij heeft het bewerkt. Dat betekent dat hij toch wel wat invloed heeft gehad op de loop van het hele gebeuren. Is dat gelukt, de lijn erin brengen? Dat is redelijk goed gelukt. Hier en daar zie je toch wel dat hij wat kunst en vliegwerk nodig heeft gehad om het kloppend te maken. Maar over het algemeen is het inderdaad nu een doorlopend verhaal geworden. Zonder rare dubbelzinnigheden en tegenspraken en zo. Heeft het jouw bewondering voor Tolkien dieper gemaakt? Ja, in zoverre dat het bijzonder knap is wat hij gedaan heeft. Om een versvorm die eigenlijk al eeuwen niet meer gebruikt was, hier weer toe te passen op een manier die ik zal niet zeggen die niemand hem nadoet, maar die maar heel weinig mensen hem na zullen doen. Want hij beheerst die versvorm echt tot in details. De nieuwe Tolkien, tussen aanhalingstekens nieuw, ja. Want het is natuurlijk geen nieuw werk. Heb jij hem al in je kast staan, Jeroen? Nee, ik heb hem nog niet, maar ik ben aankomende zaterdag ben ik jarig en ik heb hem voor mijn verjaardag gevraagd. Dus ik ben benieuwd of hij komt. Straks ruim 5 keer. Ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Goed, René, dankjewel voor je bijdrage in deze uitzending. Mag ik nog één vraag stellen? Nu, dat is wel leuk dat ik hier de, zeg maar, een medeoprichter van de gemeenschap heb. Nu was Tolkien zelf ook lid van een soort van groep schrijvers, hè? Lid, ja, het was een beetje een informele groep. Het waren de Inklings. Ja. Maar, zeg maar, professoren uit Oxford die voor gezellige avonden bij elkaar kwamen en die, waarvan een aantal zelf ook schreef en die dan hun werk aan elkaar voorlazen. Maar het was niet echt zoiets waarvan je dan lid moest worden. Je ging daarheen of je ging niet.
En je kende de anderen, maar ja, het was geen formele club. Ja, het is misschien wel even leuk om de luisteraars te vertellen wie dat dan waren. Want ik weet dan, ik ken dan één ander lid, dat is C.S. Lewis. Ja, bekend van dat de is dan ook meteen de meest bekende van de groep. En ook het hart ervan, want Lewis was degene die iedereen erbij haalde. Mm-hmm. Nou ja, verder, de meeste zijn niet bekend in Nederland. Je hebt nog Charles Williams, die schreef een soort bovennatuurlijke thrillers. En je hebt Owen Barfield. Die schreef over poëzie. Ja, en dan nog zo wat mensen die echt helemaal niet bekend zijn in Nederland. En Tolkien's zoon Christopher is ook een tijdje bezoeker geweest van die avonden. Ja. Wie zijn de kritischiasten, zeg maar? Die zeggen, nou, Tolkien heeft het niet helemaal zelf verzonnen, die wereld. En die heeft hij niet zelf gecreëerd. Hoe reageer je daarop? Ja, dat ligt eraan wat je met helemaal zelf verzinnen bedoelt. Er is natuurlijk in feite niks nieuws onder de zon. Zodra je woorden gebruikt, dan heeft iemand anders ze wel eens eerder gebruikt. Bijna altijd. Het woord hobbit is overigens wel een eigen bedenksel van Tolkien. Hij gebruikt natuurlijk elementen uit de mythologie, oude mythen en sagen van Europa. Vooral van Noord-Europa. Maar hij brengt ze op zo'n manier bij elkaar dat dat wel uniek is. Dus ja, je kunt zeggen hij heeft het niet zelf bedacht, maar dan heeft niemand ooit iets zelf bedacht. Ja, dank u wel voor uw antwoord. Oké. Okay. Nou René, dan wil je hartelijk danken voor je bijdrage vanavond. En nou ja, we spreken elkaar binnenkort wel weer eens ergens. Ja.